voorzitter van de branchevereniging voor fysiotherapeuten, de KNGF. Meneer Van Woerkom, hoe kan het dat er nog zoveel onduidelijk is? Ja, omdat er niet door Zorgverzekeraars Nederland, VWS, EVM, NZA, al die organisaties die ermee betrokken zijn, helderheid gegeven wordt. Het is buitengewoon frustrerend dat je eigenlijk al 4-5 weken zit te drukken op geef onduidelijkheid, geef aan welke regels er van toepassing zijn, hoe die regels zich tot elkaar verhouden. En de laatste twee weken zijn we natuurlijk volop bezig met hoe kan je op een verantwoorde en veilige manier de zorg aan patiënten weer gaan opschalen, want daar is echt veel behoefte aan. Ja. Wij hebben minister Van Rijn net even een vraag daarover kunnen stellen, voordat hij het crisisberaad inging, over of er snel beschermende middelen, hè, waar Fatia El-Madani het ook over had, voor fysiotherapeuten beschikbaar komen. Dit was zijn antwoord. Luister even mee. Nou, dat nog niet direct, want wij zijn natuurlijk nog steeds bezig om de vraag en het antwoord, aanbod goed te balanceren. En met die productie in eigen land, dat moet natuurlijk ook een beetje groeien, die productie. Dat gaat uiteindelijk naar ongeveer 1 miljoen exemplaren per week. En dat zou ongeveer een kwart voor de vraag toe moeten komen. En de rest moeten we nog steeds inkopen in het buitenland. Wanneer is het getal bereikt dat wel die contactberoepen daar aanspraak op zouden kunnen maken? Nou, de vraag is even of dat in alle gevallen moet. Want we moeten ook goed kijken van welke kapjes voor welke oorzaak nodig zijn. Dat doen we in de zorg en dat doen we ook buiten de zorg. En u zult me niet kwalijk nemen dat mijn prioriteit ligt bij goede beschermingsmiddelen, zorgen voor de zorg. Ja, meneer Van Woerkom, ik heb het gisteren ook geprobeerd om daar duidelijkheid over te krijgen bij minister Van Rijn. Dat is me gisteren niet gelukt. En ik heb het idee dat mijn collega's het in Den Haag ook weer niet lukt. Er komt gewoon geen duidelijkheid over die mondkapjes voor contactberoepen. Want de zorg heeft de voorrang. Ja, nou, de zorg, daar valt de fysiotherapie ook onder. Er is ook klaartijd onduidelijkheid over geweest. Mark Rutte heeft daar ook wel wat, ja, vind ik, wat onduidelijke uitspraken over gedaan. Maar het is in ieder geval nu duidelijk dat je hebt contactberoepen en je hebt paramedische beroepen. Mm-hmm. En de fysiotherapie valt in de paramedische beroepen en daarmee in de zorg. Nou, vervolgens is natuurlijk in welke prioriteitsvolgorde worden de schaarse middelen verdeeld. En ik denk dat het goed is om toch weer eens te overwegen, te heroverwegen, of het op de juiste manier gebeurt. Hè. Dan zie je natuurlijk een afschaling op de IC. Nou, dan zou je mogen verwachten dat daar toch wat meer vrijkomt. En we zien ook dat de patiënten, ja, toch te lang geen fysiotherapeutische hulp krijgen. En dat is ook heel erg schadelijk. Dus wij roepen echt de overheid op duidelijkheid te scheppen. En ervoor te zorgen dat de beschermingsmiddelen er zijn om de goede zorg te kunnen verlenen. Guido van Hoekom, voorzitter van de branchevereniging voor fysiotherapeuten, de KNGF.